Terwijl ik hier heerlijk in het zonnetje zit, neem ik je mee door de introductie masterclass van de online training De Essentie van de Gevoelige Man. En waarom nu de essentie van de gevoelige man? Ik zie in mijn omgeving nog zoveel hooggevoelige mannen worstelen met hun identiteit, met hun persoonlijkheid, met hoe ze in het leven staan en hoe zij hun leven in willen richten. En daar wil ik je graag bij helpen. Daarom heb ik de online training De Essentie van de Gevoelige Man ontwikkeld, waarin ik je meeneem op reis. Een digitale reis in een programma van 3 maanden, waarin we in de eerste maand stilstaan bij veel kennis. Een groot stuk weten, maar ook een stuk denken. Dus ook je verstand gebruiken om te begrijpen wie jij in essentie bent en wat jouw hooggevoeligheid voor jou als toegevoegde waarde heeft. In de tweede maand gaan we echt voelen. Op diep niveau gaan we de diepte in. Gaan we echt kijken naar waar komen bepaalde klachten vandaan. Wat heeft jou gevormd tot wie je nu bent? En ga je echt weer dat muurtje dat je om je heen hebt gebouwd, want dat is iets wat ik zelf ook heb ervaren, dat ik een muur om me heen heb gebouwd, een muur om een gevoel, waardoor ik daar niet meer bij kon. En dat gaat afgebrokkeld worden door echt diep, op diep niveau te gaan voelen. En in de derde maand is het tijd voor actie en doen wat je te doen staat. En met alle inzichten die je dan in die 2 maanden hebt opgedaan, daadwerkelijk in actie komen. Door te kijken wat er nu in je leven is om mogelijk te veranderen, om een andere weg in te slaan. Om met die nieuwe inzichten een totaal ander pad te kiezen. In feite is ieders pad individueel, dus heel verschillend. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat we in feite allemaal hetzelfde zijn. En ik heb in de afgelopen jaren heel veel boeken gelezen, heel veel theorie in me opgenomen, maar ik ben ook voornamelijk heel veel gaan voelen van wat is mijn eigen waarheid. Ik neem ook niet alles direct aan wat ik lees. Ik ga zelf ook ervaren en voelen in mezelf of dat klopt met mijn eigen waarheid. Maar dan moet je eerst ook weten wat je eigen waarheid is. En dat is eigenlijk waar ik je mee ga helpen de komende tijd. Om je eigen waarheid weer te gaan herkennen, maar ook gaan erkennen. Zodat je jezelf ook niet bedriegt. Wat misschien soms nu wel gebeurt, is dat je bijvoorbeeld je eigen grenzen overgaat, omdat je je eigen grenzen niet weet. Dat je soms zo overprikkeld en oververmoeid bent, dat je geen energie meer hebt voor het ondernemen van de dingen die je graag zou willen. En die problemen hoef je niet te ervaren als je maar weet wie je bent en continu bij jezelf blijft. Dan lukt het je ook om minder moeite te ervaren om het dagelijks leven door te komen. En er zijn in het dagelijks leven zoveel dingen om tegen te vechten. Tegen de maatschappij waarin je je misschien niet thuis voelt. Want ik heb dat zelf ook wel ervaren dat ik daartegen aanschopte. Dat ik me altijd een vreemde eend heb gevoeld. Dat ik me anders heb gevoeld dan anderen. En toevallig had ik het laatst ook over met iemand. En toen dacht ik ook van maar nu ben ik juist blij dat ik een vreemde eend ben. Dat ik anders ben dan anderen. Want op het moment dat anderen mij bijvoorbeeld niet begrijpen, dan is dat nu voor mij een bevestiging van dan ben ik op het juiste pad. Want dan doe ik in ieder geval iets wat mij uniek maakt, wat mij onderscheidt van anderen. En als iedereen mij maar zou begrijpen, dan betekent dat in feite dat ik met de massa meega en dat ik verval in algemeenheden. En dat zou ik gewoon niet meer willen. Ik heb me lang genoeg aangepast aan anderen. Omdat ik dacht dat anderen dat van mij verlangden. En omdat ik erbij wilde horen. Omdat ik geaccepteerd wilde worden. Maar toen ik me realiseerde dat de enige die me hoeft te accepteren, dat ik dat zelf ben, hoef ik niet meer continu op zoek te gaan buiten mijzelf. En ik ga je meenemen door het pad van wie wij in essentie zijn. En in mijn eigen zoektocht heb ik ook gemerkt dat wij allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten. De vrouwelijke eigenschappen die kun je ook wel typeren als de gevoelseigenschappen, de intuïtie. Dat bij de gevoelige man ook
behoorlijk sterk aanwezig is. En de hooggevoeligheid is voornamelijk ook in het vrouwelijke stukje van onszelf terug te vinden. En het mannelijke deel is meer het in actie komen, doelgericht zijn, weten wat je wil en daarna handelen. En wat ik ervaren heb, en toevallig heb ik daar laatst iets over gelezen, en ik weet niet of dit nu uit de mythologie was of iets uit oude wijsheden, maar het kwam erop neer dat uiteindelijk het doel van de mensheid is om androgyn te worden, een androgyn wezen te worden. En wat houdt dat nou precies in? Androgyn houdt in feite beide geslachten, zowel mannelijk als vrouwelijk. Iets dat wij dus al van nature in ons hebben, dus de mannelijke eigenschappen en de vrouwelijke eigenschappen. En dat wij één worden en dat dat uiteindelijk ook de evolutie is die wij als mens gaan doormaken. Dat wij één wezen worden, dus dat er geen verschil meer is tussen man en vrouw. En nu zie je dat natuurlijk nog in uiterlijke kenmerken. Het fysieke lichaam dat je mannelijk of vrouwelijk maakt. En uiteindelijk door de eeuwen heen zal er geen onderscheid meer zijn tussen de man en vrouw. Ook niet in uiterlijke kenmerken. En worden we één als mens. Dus zowel man als vrouw in één. En of dit nu waar of niet waar is, ik vond het een heel mooi gegeven. Want het zegt in feite dat we zowel de mannelijke eigenschappen als de vrouwelijke eigenschappen al in onszelf hebben. En dat we die mogen gaan ontdekken. En dat gaat ook nog een stapje verder. En ik ga daarbij een model gebruiken. En ik wil niet zozeer in details gaan en te diep in bepaalde modellen die bijvoorbeeld een persoonlijkheid vormen. Want dan gaan we echt in de uiterlijke kenmerken gaan kijken. Maar dat wil ik juist niet. Ik wil juist de diepte in en niet vasthouden aan bepaalde labels. Dus ik gebruik het als hulpmiddel. En ik heb daarvoor de 4 elementen gebruikt. En dat is namelijk lucht, de aarde, vuur en water. En de lucht staat voor de vader, dus het mannelijke in ons. De aarde staat voor het vrouwelijke in ons, de moeder als het ware. Het water staat voor het spelende meisje in ons, dus eigenlijk het kind. En het vuur staat voor de spelende jongen, dus het spelende kind. En die 4 elementen tezamen maken jou een compleet mens. Daar zal ik in de training nog dieper op ingaan, maar nogmaals, dat is puur om een bepaalde om bepaalde inzichten te kunnen krijgen in wie je bent, wie jij bent als persoon. Maar we gaan uiteindelijk veel verder, veel meer de diepte in. Dus het is als het ware een leidraad, niet om te labelen, net als het label hooggevoeligheid, want daar wil ik juist van af. Het is handig, het is een handig hulpmiddel ter herkenning, maar ga je er niet volledig mee identificeren. En dit brengt mij bij de 5 eye-openers die ik door de jaren heen had met betrekking tot de herkenning en erkenning van mijn hooggevoeligheid. En ik neem je graag mee door die 5 eye-openers. De eerste. Hooggevoeligheid is geen ziekte, maar een karaktereigenschap. Nou zou je vast wel eens hebben gezien dat bijvoorbeeld ADHD, ADD en autisme als stoornis worden bestempeld en vallen onder de DSM. Dit is met hooggevoeligheid niet het geval. Daar is momenteel nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor. Elaine Aron, de grondlegster van HSP, heeft wel veel onderzoek gedaan, echter wordt HSP nog steeds niet volledig erkend. Ze zijn er eigenlijk nog steeds mee bezig en de uitkomst is in mijn ogen niet zozeer van belang. En wanneer hooggevoeligheid wetenschappelijk volledig erkend zou worden, ja, dan zou het dus ook best wel eens bestempeld kunnen worden als een stoornis. Omdat het afwijkt van het gemiddelde, of eigenlijk te veel afwijkt van het gemiddelde. En ik zelf zie het totaal niet als een stoornis, want er is heel goed met hooggevoeligheid te leven. En ik ben dit juist als kracht gaan zien. En dat is gelukt door mezelf continu te blijven ontwikkelen. In het verleden zag ik mezelf als slachtoffer. Ik had HSP. En een van de dingen die ik als eerste deed was eigenlijk de angel eruit halen. En het loslaten van die slachtofferrol. Dus niet meer naar de beperkingen kijken, maar naar de kansen en naar de mogelijkheden. De tweede eye-opener
was voor mij eigenlijk een aanvulling op de eerste. Klachten die je ervaart met betrekking tot hooggevoeligheid zijn een uitnodiging voor zelfonderzoek. Want op het moment dat je hinder ondervindt, dat je overprikkeld raakt en er daadwerkelijk hinder van ondervindt, dus moe bent, bijvoorbeeld na een dag hard werken, niet goed tegen drukke ruimtes kan, ook niet zo goed tegen grote menigte kunnen in grote sociale situaties, bijvoorbeeld feesten, maar misschien ook events of iets dergelijks, dat je daar gewoon echt enorm overprikkeld van raakt en niet tegen kunt. Dat zijn de klachten die je kunt ervaren. Maar op het moment dat je gaat onderzoeken waar komen die klachten nu vandaan en wat maakt het nu dat ik er een last en hinder van ondervind? Dus je gaat als het ware naar jezelf kijken van wat is er nu werkelijk aan de hand? Waarom ervaar ik het nu als een probleem en waarom word ik ergens moe van? Dan ligt er altijd een andere oorzaak achter. Is dat je bijvoorbeeld niet voldoende bewust bent van je hooggevoeligheid in bepaalde situaties. Want moe na een dag hard werken betekent misschien dat jij te veel inspanning hebt verricht. Dat je te weinig rust hebt genomen. Misschien geen pauze hebt genomen en alsmaar door bent gegaan. Dat je jezelf misschien te verantwoordelijk hebt gevoeld voor het werk dat gedaan moest worden. Dat je te veel bezig bent geweest ook met anderen, met je collega's, om die bijvoorbeeld te helpen met hun problemen of te helpen in het doen van werkzaamheden. Of dat je bepaalde zaken op je hals hebt gehaald omdat je zo graag perfect wil doen. Dus uiteindelijk zijn er meerdere redenen waarom je dan vermoeid thuis kan komen. Kijk, en omdat je hooggevoelig bent, pak je heel veel dingen op, pak je signalen op, maar heb je ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en trek je dus ook automatisch heel veel dingen naar je toe. En dat is vaak ongemerkt. En als je daar steeds meer bewust van wordt, van de acties die je neemt, en bewust wordt van wat zijn dan de grenzen, wat zijn mijn eigen grenzen die ik aan kan, dan kun je daar veel beter in schipperen en ook keuzes in maken. Want je hoeft namelijk niet al het werk van je collega's op je te nemen. En problemen van je collega's hoef je ook niet allemaal op te lossen. Ook al zou je dat misschien diep van binnen heel graag willen. Want er schuilt in hooggevoelige mensen ook heel vaak een wereldverbeteraar. En heel veel empathie dat je er wil zijn voor anderen. En dat kan. Je kan er voor anderen zijn en je kan een luisterend oor zijn, maar je hoeft niet de problemen van anderen over te nemen. Dus daarin zijn grenzen. En die grenzen mag je in jezelf gaan herkennen en daar ook daadwerkelijk een keuze in maken hoe ver je daar zelf in gaat. En vaak heeft het ook te maken met in hoeverre jij jezelf accepteert. Want misschien help je anderen juist extreem veel, omdat je juist wil dat je geaccepteerd wordt door anderen. Of omdat je bang bent voor confrontaties. Of bang bent dat er oneenigheid of een ruzie ontstaat. Dus nogmaals, het nodigt je altijd uit om verder te kijken. Om dieper in jezelf te gaan kijken. De derde eye-opener voor mij was dat hooggevoelige personen vaak niet volledig in hun lichaam zitten. Dus niet volledig geaard zijn. En ik wil daarmee zeggen dat we vaak een beetje zwevend, eigenlijk iets boven ons lichaam zitten. En heel erg in ons hoofd bezig zijn om alles te beredeneren, maar ook om dat onze gedachten ons in bedwang houden door allerlei piekergedachten en bepaalde thema's die voorbij komen, allerlei gedachtes die ons beïnvloeden in ons dagelijks leven. En dat kan dus heel erg vervelend zijn als je continu bijvoorbeeld allerlei scenario's gaat bedenken in je hoofd en gaat piekeren en ook juist doemscenario's gaat uitwerken in je hoofd, terwijl dat totaal geen nut heeft. Je bent dan bezig met het creëren van gedachten in je hoofd. Die worden in feite veroorzaakt door het ego. En daar zal ik in de training ook nog wel dieper op ingaan. Is dat we ons daar zo door laten beïnvloeden dat we
gewoon geen rust hebben. Dat we continu in ons hoofd bezig zijn met malen over alles dat er in ons leven plaatsvindt. En als we in staat zijn om dat los te laten en dat te doorbreken, dan zijn we in staat om veel meer te landen in ons lijf en meer te gaan voelen. En waarom zitten we dan niet volledig in ons lijf? Omdat we in ons leven misschien zoveel hebben ervaren, zoveel negativiteit hebben ervaren met betrekking tot onze hooggevoeligheid, is dat we een muur om ons hart hebben heen gebouwd. We hebben een muur om ons gevoel heen gebouwd om niet meer te hoeven voelen, om niet meer gekwetst te hoeven worden, om jezelf te beschermen. En daarom voelen we niet meer volledig. Want als we volledig in ons lichaam gaan zitten, gaan we allerlei kwalen en klachten ervaren die we eigenlijk niet willen voelen. Want alle negatieve ervaringen in je leven hebben als het ware een overtuiging gevormd, die zich als een blokkade in je lichaam heeft genesteld. En blokkades worden meestal gevormd op onze zwakke plekken. Daarom hebben we tegenwoordig vaak last van nek, schouders en rug. Door veel zittend werk achter de pc, veel smartphone gebruik en tablet gebruik, zijn dit zwakke plekken geworden waar veel spanning zich ophoopt. Emoties houden we als het ware vast op die zwakke plekken. En die kun je loskrijgen door ze gewoon aan te gaan, door wel te gaan landen in je lijf en door die muur om jezelf af te gaan breken. En dat kan bijvoorbeeld al beginnen met meditatie. Dat is voor mij sowieso een ideale manier om te ontspannen, om bepaalde negatieve gedachten los te laten en ook echt contact te maken met mijn binnenwereld. De vierde eye-opener heeft te maken met energie. Alles is energie. En ik heb wel eens horen zeggen dat 90% van de energie die je voelt van een ander is en niet van jezelf. Dus eigenlijk maar 10% van wat je voelt is van jezelf. En al het andere is energie buiten je, dat je naar je toe trekt en onnodig vasthoudt. En het is niet wetenschappelijk onderbouwd, en in mijn ogen hoeft dat ook niet, maar het geeft wel een goed beeld van hoe dit werkt met energie. En dat je vaak zo bezig bent met anderen, dat je eigenlijk jezelf vergeet en dus dingen van anderen blijft vasthouden. Stel je voor, je komt ergens in een ruimte waar net een ruzie is geweest, waar oneenigheid is geweest. Als hooggevoelige persoon ben je daar gewoon heel gevoelig voor. Je bent daar vatbaar voor en je merkt dat daar iets is gebeurd. En je voelt je daar niet prettig bij. Maar dat gevoel neem je vervolgens mee met je. En dat kan jou de gehele dag blijven beïnvloeden. Zelfs 's avonds nog, als je bijvoorbeeld in je bed ligt, dat je daar nog steeds mee zit en dat je je eigenlijk misschien wel helemaal negatief gaat voelen. En op het moment dat je daar niets mee doet met die gevoelens, dan blijft dat als het ware bij je hangen. En het gaat er dan om dat je veel meer bewust wordt van welke energie je hebt meegenomen of hebt opgeslurpt van anderen. En dat kun je heel gemakkelijk trainen door een vraag te stellen. Op het moment dat je je even niet lekker voelt, of dat je je onprettig voelt, dan kun je jezelf de vraag stellen, is dit van mezelf of is dit van een ander? En als het van een ander is, als je dat al voelt of merkt of hoort. Soms hoor ik bijvoorbeeld gewoon een stem in mijn hoofd die dan zegt, het is van een ander, of soms voel ik het gewoon meteen en op het moment dat je weet dat het van een ander is, hoef je het alleen maar terug te sturen en te visualiseren dat je het teruggeeft. En dat is al voldoende, want als je het gaat visualiseren en het je gaat voorstellen en ook daadwerkelijk durft te gaan voelen, dan zul je ook merken dat het je verlicht als je iets terugstuurt. En dat kan bijvoorbeeld ook zo zijn als je iemand helpt. Stel dat iemand in problemen zit of je hebt iemand getroost, dan kan het zijn dat je die gevoelens van die ander meeneemt en als het ware op je schouders meedraagt. En dat is niet altijd bewust, maar soms gebeurt dat ook omdat je die ander graag wil helpen en omdat je misschien het gevoel hebt dat je, wanneer je het overneemt, dat je het opslurpt als het ware, dat je die ander daarmee helpt. Maar dat is niet het geval, want die ander is daar niet mee geholpen, want die ander blijft met dat gevoel zitten. Je kan die andere persoon namelijk geen gevoel afnemen. Want die ander heeft nog steeds dat gevoel. Die ander kan dat pas loslaten wanneer hij zelf bewust wordt van dit gevoel en een manier vindt om dit gevoel los te laten. Dus op het moment dat je denkt, ik neem dat wel van je over en ik draag jouw leed wel, dan los je het niet op
door dat over te nemen. Want dan kopieer je als het ware dat gevoel. Je tapt namelijk in op die lage vibratie, waardoor dit deel in jou geactiveerd wordt. Dus ga ook na bij zwaarte die je in jezelf voelt. Is dit van mezelf of is dit van een ander? En is dit van een ander, stuur het dan liefdevol weer terug. En is dit van jezelf, dan is dit wederom een uitnodiging om dit in jezelf te onderzoeken en te bekijken waar dit gevoel vandaan komt en wat dit gevoel je te vertellen heeft. Ten slotte, de vijfde eye-opener is dat het uiteindelijk niet alleen om hooggevoeligheid gaat. Het is slechts een klein onderdeel van wie jou compleet maakt als mens. Het is dus maar een stukje van jou als mens. Je bent veel meer dan dat. En dat stukje hooggevoeligheid, daar zit natuurlijk wel een grote kwaliteit. Want daar zit je daadwerkelijke opening naar je gevoel, je intuïtie, je inlevingsvermogen en empathie en de manier hoe je tegen jezelf en de wereld aankijkt. Daarnaast heb je natuurlijk veel meer eigenschappen die je uniek maken als mens. Hooggevoeligheid is daar dus slechts een klein onderdeel van. En om nog heel even in te gaan op wat hooggevoeligheid nu eigenlijk is. Er wordt wel eens gezegd dat hooggevoelige personen sterkere zintuigen zouden hebben dan de normale mensen of de niet hooggevoelige mensen. Maar dat is niet waar. Het heeft niets te maken met zintuigen die beter ontwikkeld zouden zijn. Het heeft te maken met de signalen die vanuit de zintuigen via het zenuwstelsel jouw hersenen binnenkomen. De niet-hooggevoelige mensen hebben een filter. En dit filter houdt veel informatie die opgepikt wordt door de zintuigen tegen en geeft alleen de meest relevante signalen door aan de hersenen. Het filter prioriteert als het ware en stuurt alleen de voor dat moment belangrijke informatie door. Bij hooggevoelige personen bestaat dit filter niet en komt dus alle informatie ongefilterd binnen. We dienen er dus zelf voor te zorgen dat we de informatie filteren en prioriteren. We creëren dus ons eigen filter. En dat is eigenlijk best mooi, want hierdoor missen we niets en kunnen we ieder detail in ons opnemen en hebben we dus zelf de vrijheid om daar iets mee te doen en om die informatie te filteren. Door die grote mate van vrijheid kun je uiteraard ook hinder ondervinden. Het kan misschien juist stress veroorzaken omdat je moeite hebt met het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten als het gaat om de informatie die je tot je neemt. Het kan dus ook een belemmering veroorzaken met betrekking tot focus. Misschien herken je nog wel van vroeger als je in de schoolbanken zat dat je iedere vogel in je ooghoek voorbij zag vliegen, ook al probeerde je op te letten en je te focussen op het schoolbord. Of je hoorde misschien wel ieder papiertje of iedere pen tegen het papier aanschuren tijdens een proefwerk. En zo voel je misschien wel ieder zandkorreltje als je naar het strand bent geweest. Of ieder los haartje in je t-shirt als je net bij de kapper vandaan komt. Vaak dus heel handig om veel te mogen ervaren, maar soms ook zo vermoeiend. En het begint uiteindelijk met een mooie reis in jezelf. Door jezelf steeds beter te leren kennen en te leren wie je precies bent als compleet mens. Want als je dat weet, dan weet je ook wat je eigen grenzen zijn. Dus dan weet je ook dat je die eigen grenzen kunt aangeven op enig moment. En als je weet wie je zelf bent, dan sta je ook gewoon stevig in je schoenen. En dan is het ook makkelijker om keuzes te maken. En is het dus ook makkelijker om dat filter dat je zelf, als het ware, in elkaar zet, om dat te hanteren. En dat maakt uiteindelijk dat je als hooggevoelige persoon gewoon een heel mooi mens bent met heel veel capaciteiten en heel veel mogelijkheden. Als je maar de juiste weg weet te bewandelen. En ik help je daar graag bij in de training De Essentie van de Hooggevoelige Man. En het is een traject dat een behoorlijke tijd duurt, 3 maanden, om echt heel diep te gaan en aan jezelf te gaan werken. Jezelf te leren kennen en je hooggevoeligheid te zien als kracht en niet als zwakte. Ik wens je in ieder geval heel veel inspiratie en succes. En bedankt voor je tijd en bedankt voor je aandacht. Graag tot de volgende keer.